Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. Het is vandaag niet maandag. Hi. Hey, ben jij? Oké, ik had gisteren de weekvlog geopend. Maar volgens mij is er niet helemaal iets goed gegaan met het beeld. Ik kan het namelijk niet meer terugvinden. Als ik het wel heb, dan zet ik het hier nog achteraan. Maar voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet deze video een duimpje omhoog te geven. Dit wordt een weekvlog met kerst. Ik hou van kerst. Niet normaal. I love it so much. Dus, wordt leuk. Lekker een kerstweekvloggie. Eerste kerstdag, kerstavond. Allemaal leuke dingen. Nou, prima. Ik ga nu hier niet mee verder, want dit was voor maandag. Love you guys. Het is weer een nieuwe weekvlog. Het is maandagochtend. Ik ben bij mijn vriend. En het is lekker kerstvakantie. Super chill. Ik heb alleen niets aan de kerstvakantie, want we kunnen letterlijk niets doen. Het enige chill is dat ik nu even geen school heb. Maar ja. Verder. Oh, mijn batterij is bijna leeg. Oh, dit is helemaal kut. Dit wordt echt een kut dag. Ik ben met mijn vriend gaan nu lekker sushi maken. Als ik niet mijn camera werf, dan vlog ik wel met mijn telefoon. Maar ik moet vanmiddag ook werken, dus pas vanavond ben ik pas weer thuis. Dus dan kan ik echt goed verder vloggen. We hebben zo'n sushi kit gekocht. En nou, daar heb je gewoon van alles in zitten. We hebben avocado, zalm, surimi en komkommer. Dus we gaan het lekker maken. We moeten denk ik beginnen met de rijst. Ik had dus deze rijst een keer. Toen zat er een levende worm in. Dus ik hoop niet dat dat nu ook gebeurt. Oké, we hebben lekker de rijst gemaakt nu. We hebben hier komkommer en avocado. Nee, natuurlijk niet. Dan heb ik hier nog zalm en surimi hebben we. Ik heb een hele mooie rol gemaakt met zalm erop. En California van binnen. We hebben hier de rijst. En nu ben jij bezig, want het is heel mooi. Oh my god, het is klaar. Kijk hoe goed het eruit ziet. Love it. Oh my god, ik ben eindelijk thuis. Het is 10:30. Het was zo druk op werk. Het is echt niet normaal. Deze camera is bijna leeg. Maar ik weet dus even niet waar de nieuwe oplader is. De andere batterij. Dus even zoeken en een oplader doen. Ik ben helemaal klaar met deze dag. Het is één troep in mijn kamer. Dat ga ik opruimen. Ik ben echt al heel de tijd niet thuis geweest. Mijn vrienden geslapen. Daar hebben we Isabel geslapen. Dus ik ga alles even opruimen. Orders nemen even. Even mijn mails beantwoorden. En dan morgen weer frisse nieuwe. Oké, okay, mijn camera viel uit. Ik heb nu weer voor die andere batterij gevonden. En die erin gedaan. Wat ik wil zeggen is morgen een nieuwe frisse dag. Even alles goed weer ordenen en opnieuw doen. Because I need it. Morgen heb ik video's opnemen met Isabel. Dus dat is heel leuk. Ik weet niet of ik het nou al gezegd heb. En ik ben thuis. En kijk hoe leuk. Dit heeft mijn moeder. Dus een soort ding boven de tafel gehangen. Hoe cute is dit? Nou, het wil het echt niet scherp stellen. Maar een hele leuke, nou, ding boven de tafel. En de hele boom ligt vol met cadeaus. Zo leuk. Love it. Morning. Het is vandaag dinsdag. Is het dinsdag? Het is dinsdag. Ik ben helemaal geflikt, want ik ga zo meteen een video opnemen met Isabel. Ik heb daarvoor ook mijn haar is gekruld. Ik doe dat zelf nooit. Maar Isabel had het dus van het weekend bij mij gedaan. En toen dacht ik, dit moet ik vaker doen. Ik heb ook mooie make-upjes op. Ik heb deze super leuke trui aan. Ik kreeg er wel vaak vragen over. Ik had deze vorige week ook aan. Waar deze trui vandaan is. En deze van H&M. En deze is echt wel van 2-3 jaar geleden. Dus ik denk dat die niet meer beschikbaar is. Ik heb leuke broek van Naked aan. Schoenen van Shein. Een tasje van Bijos Fashion. Ik ben aan het wachten op Isabel. Want ik ben voor het eerst eens een keer niet te laat. Isabel had zich namelijk verslapen. Dus die werd een uur later wakker. Ik ga even koffie zetten. En dan komt Isabel mij zo ophalen. We gaan video's filmen. Maar we weten nog niet helemaal wat voor en voor wie zijn kanaal en ja. Het is inmiddels 10:30. Ik heb even lekker een koffietje gemaakt voor mezelf. Hups. Love it. En ik heb echt een leuke glitter aan. En ik ga even wat mails beantwoorden en wachten op Isabelletje. Het is
gisteravond was er trouwens echt iets vet raars. Ik wilde namelijk gaan slapen en ik wilde zeg maar mijn gordijn dicht doen. En toen was de lucht vuur en vuurrood. Echt op foto komt het niet zo goed over als in het echt. Maar kijk hoe rood de lucht was. Besef dit jongens, dit is een foto die ik heb gemaakt. Het is gewoon vuurrood. Ik snapte er echt helemaal niks van en het ging ook gewoon maar niet weg. Dus ik had naar mijn broer gestuurd. Mijn broer die snapte alles en die zei ook echt van, holy shit, dat is echt heel rood. Zeg maar, ik woon in een polder en heel vaak zie je zeg maar gewoon oranje aan de lucht van lampen, van bouw, van ja, bouwcentra, hoe noem je dat? Van kassen en zo. Maar dit was echt zo rood. Als iemand weet wat het is, tel me, want ik vond het echt zo weird. Met mijn zuster. Hallo zussen. Wij zijn echt zussen nu. We zijn echt de zussen nu. We zijn bij de supermarkt. En we gaan hier vreetalen, want as always, we gaan een mukbang voor iets van het kanaal opnemen. We gaan taco's maken, koken. Want jullie hadden als tip gegeven, ga het zelf koken. Ja. Omdat wij altijd lopen te zeiken, heel een McDonald's sushi. Ja, dus gaan we iets heel anders eten. We gaan lekker taco's, lekker op de Amerikaanse manier, met lekker kaas en zo. En cheesesaus. En guacamole. Ja, dus die video staat denk ik al online. Wanneer ga je deze maken? Ik denk... misschien wel morgen al of zaterdag. Ja, of zaterdag. Mijn video komt zaterdag. Anders doen we allebei zaterdag. Want de andere video staat nu online. Ja, is goed. Check kunnen we elkaar delen. Maar deze video staat sowieso online. Allebei de video's. En op mijn kanaal gaan we girl problems, stalk, alles behandelen. Ja, dat is ook echt super leuk. Ja. Daar heb ik zin in. Ja, ik ook. Dat doen we wel na het eten, denk ik. Ja, doen na het eten wel. En dan gaan we dat allemaal doen. Yes. Maar we gaan nu eerst boodschappen doen. Het is heel erg druk, volgens mij. Ja, ik ga echt vaker mijn haar krullen. Ik ben hier bij Isabel, mijn hele haar is al uitgezakt. Ziet er niet meer uit. Dus dat ga ik zo even opnieuw maken. Ik ben hier met mijn neefie. Hallo. Hallo. En we gaan nu de video opnemen. Lekker taco's maken. Wee. We hebben net de video opgenomen. Oh my god, het was echt heel lekker. Het was heel lekker, maar echt goed dik. Oh, ik was zo vol mee. Huh? Oh, dat is van de schoolloterij. Nee, van school. Heb ik dat ook van? Nou, lief. Ik had voor jou een kerstkaart gekregen van school. Nou, en we hebben dit over. Het was echt heel lekker. Hier hadden we de kaassaus, een beetje hard geworden. En we hadden ook een met een wrap eromheen. Die heb ik niet opgegeten, maar het was echt lekker. Maar ik zit echt zo vol. En nu gaan we voor mijn video opnemen. Oh, ik weet niet. Oh, zit jouw SD-kaart er nog in? We zijn nu live aan het gaan met allemaal kijkers. Superleuk, weer again. We gingen net even live, was helemaal leuk. Toch? Ja. Zo, het is hier donker. Ja. Oh. Nee. Ik denk als je dit helemaal omhoog doet, dat het fucking licht is. Ja, maar dat gaan we dus niet doen. Nee, doe maar niet. Kijk, Chris, mijn naam. Oké, maar... Sorry, Paolo. Wat een loser. Waar gaat dit helemaal heen, joh? Mijn auto is echt zo schattig. Ja, echt een Isabel. Ja, maar we gaan nu even een bakkie doen met de meiden. Lekker. Met z'n tweeën, zeg maar. Ja. En we hebben hier echt die gore kaassaus. Dat helemaal hard. Gewoon zo heen. Dit is zo vies. Guys, het is inmiddels bijna 1 uur 's avonds. Ik heb echt gewoon pijnlijke ogen van het werken. En ik heb net heel de weekvlog geëdit. En ik ben daar echt een paar uur de hele avond. Ik was 9 uur thuis en heb ik alleen maar geëdit. Maar het moet vanavond geëdit. Want morgen moet ik de andere video editen. En daarna is het alweer kerst. En ik wil echt niet met kerst editen. Ik wil gewoon even een paar dagen vrij. En gewoon lekker genieten. Dus ik ben eigenlijk thuis in mijn bed. Ik ga mijn bed in. Mijn bed is nog een troep. Dus ik moet eerst mijn bed opruimen. Ik ga mijn make-up eraf halen. Ik heb zo'n koppijn van hier tot Afrika. Van het beeldscherm kijken.
Maar goed, dan heb je ook wat. Ik doe het ook met heel veel liefde hoor. Echt. Vandaag heb ik hier op live en mensen die gingen samen live met mensen. Mensen gingen echt gewoon, ja, ze moesten bijna huilen sommigen en helemaal in shock dat ze mij zagen. En ik besef gewoon echt niet dat de mensen zo naar mij opkijken of zo. Ik besef me dat echt niet. Voor mijn gevoel, ja, is dat echt niet zo of zo. Maar ja, dan besef ik opeens van wow, mensen die vinden het zo leuk om naar mij te kijken en... Ik kan wel janken, jongens. Ik ben echt een weak ass bitch. Maar ik vind het zo lief. Echt, I can't. Jullie zijn echt amazing. Ik zweer het. Maar ja, ik ga lekker make-up ervan en mijn bed in. Morgenochtend om 10:30 heb ik bij mijn oma afgesproken. Dus ga ik even gezellig een koffietje doen met mijn oma. Superleuk. Maar ik ga nu lekker slapen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Het is ochtend, het is 10:30. Ik heb me even opgemaakt, ongekleed. Ik heb eigenlijk gewoon dit blouseje en een Spencer van Shein aan. Een legging en deze schoenen. En ik ga even naar mijn oma gezellig. Want ja, ik had met mijn oma afgesproken om een gezellig koffietje te doen. Dus daar ga ik nu heen. Ik heb leuk deze jas bij de outfit aangetrokken. En ja, dit tasje. Leuk, 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 leuk. Het is inmiddels al 3 uur. Ik ben al een paar, nou, 2 uur thuis of zo. Van mijn oma, was heel gezellig. Ik had ook even bij mijn oma geluncht. Gewoon even een broodje gegeten. Ik heb net een pakketje binnengekregen. Dat ga ik zo openen. Het is volgens mij sieraden. Superleuke samenwerking, maar daar zal ik zo veel meer over vertellen. Maar ik ga nu eerst even video voor zaterdag editen, zodat ik dat allemaal heb ingepland voor kerst en zo. Dat ik daar niet meer naar hoef te kijken. En dan staat dat gewoon allemaal klaar. Dus ja, dat ga ik nog doen. Nou, ik ben bij mijn zuster. Hey. Een bootje hebt lekker nachos gemaakt. Nou. Mijn guacamole was op. Oh, en de naturel chips was op. Dus zeg maar twee kaaschips. Ah joh. Maar ook wel de crème fraîche was op daar. Dus oh. Maar bijna alles was op. Oh, wat heb je nu gedaan dan? Je wel crème fraîche. Oh. Maar moest helemaal achterhalen. En... Nou, het zal vast wel lekker zijn joh. Wat gaan we nu kijken? Hoe heet dat nou? Prince Charming. Oh, Prince Charming. Dat is een soort bachelorette van met homo's, toch? Ja. Wow, je hebt echt zo'n leuke kerstboom. Leuk, hè? Zo lekker groot. Mooie cadeautjes. Hé, wacht eens. Blijf er staan. Dit is een heel gat zonder lichtjes. Blijf daar staan. Oh, ja. Wacht, daar inderdaad. Dat zie je op camera dan opeens. Even. Maar wat tekenen? Dat kan je niet afhalen, want het is ach. De boom is al met lichtjes, zeg maar. Wie heeft dat gedaan? Ik. Ach, van je broer mijn vader. Even. Mijn vader en mijn vader en mijn broer die komt vandaag in. Oh, helemaal leuk, meid. Ja, ik moet haar bezig. Is wel. Ewa, uit een nieuwe te gaan. Ja, nou, het is inmiddels avond en ik ga samen met mijn vriend hardlopen. Wil je wat zeggen, ja, Paul? Ik vind het echt klas hoor. Dat doet ze elke avond dit hoor. Ja. Iedereen met een mobieltje bezig zijn dan. Ja. En we hebben een heel mooi hessie avond als we aangereden. Dus gaan. Kom. Nou, ik ben terug van het hardlopen. Echt goed gedaan. Ik heb ook een beetje gelopen. Maar nee, ik ben wel echt trots op mezelf dat ik dit heb gedaan. Good morning. Het is vandaag donderdag alweer. Holy shit. Is het donderdag? Ja. Ja. Het is donderdag. Ja, het is donderdag. Ik ben echt een spook of zo. Maar ik ben al een tijdje wakker. Ik heb net even gezellig heel lang, echt een uur lang met mijn moeder zitten praten. Echt heel goed gepraat. En lekker koffie gedronken. En ik ga een video editen. En daarna ga ik me flieken. En dan ga ik naar mijn vriend toe. Want vanavond vieren we kerst met mijn vriend. Kerstavond. En dan gaan we lekker sushi eten en zo. Zoveel zin in. Echt helemaal leuk. Hey, dit is een wat ander hoofd. Een veel beter hoofd. Ik heb me helemaal gefliekt. Het is bijna 2:30. Dat wil niet blijven staan. Ik heb mijn haar gefeund met een krulborstel van Babyliss. Ik kreeg hier altijd vragen over. Het is deze krultaal. Deze feunborstel. Ik heb niet zo'n speciale outfit aan, want het is gewoon kerstavond en vier gewoon in het gezin van mijn vriend. Maar ik heb deze top aan en deze split broek. Ik laat ze wel even goed zien. Maar ik wil eerst
pakketje nog laten zien voordat ik weg ga. Van Filippo Loretti. Dit is een sieraden- en horlogebedrijf. En ze hebben echt, believe me, echt hele gave dingen. Dus ik hoop dat dit alles is. Dus net wel. Ik ga het aan jullie laten zien. Oh, het zijn allemaal losse doosjes. Het zijn drie losse doosjes. Nou, dit is het merk. Filippo Loretti. Alles zou in de beschrijving staan. En volgens mij is dit een horloge. En dit is echt een heel erg mooi horloge. Het boekje zit er... Oh, bovenop een boekje. En dan heb je hier de doos. Het zit echt super mooi verpakt allemaal. Oh, dit is zo een mooi horloge. Dit is echt... Oh, I love it. Het is echt een soort chiquer als deze. Deze is ook heel leuk. Maar deze is echt een stuk chiquer. Ik ga hem gewoon meteen omdoen. I love it. Zwart van binnen. Zo classy. Het wordt echt super mooi verpakt ook. Oh my god. Ik hoop dat ik deze maat pas. Anders moet je weer van die schakels eruit halen. Even kijken dat plastic er allemaal af. Oh, ik ben echt verliefd. Ik vind dit zo een mooi model. Heel subtiel. En ja, ik vind het echt zo classy en chic. Oké, hij is veel te los. Nee, dan kan ik hem dus nog niet omdoen. Dan moet ik even een paar schakels eruit laten halen. Maar dat is allemaal niet erg. Kijk hoe mooi dit is. Jongens, echt. I love this. Het is echt geweldig. Dit is zo mooi te stylen. Shit. Maar dat moet je volgens mij bij een juwelier doen. Zou dat open zijn nu? Misschien weet mijn schoonzus dit wel. Want die heeft hier een opleiding voor gedaan. En die komt met kerst. Dus dat ga ik morgen doen dan. Als ze hier is. I keep you updated. Nou ja, ze geven altijd in te grote schakels. Dat is natuurlijk logisch. Want ja. Nou, ik vind het jammer dat ik hem nu niet om kan. Maar dat komt wel. Het is echt een super mooi horloge. I love it. Love it. Al helemaal vergeten wat ik verder heb besteld. Ik heb hier nog een doosje. Ik vind het wel leuk dat ze dit ook in karton inpakken en niet allemaal plastic gebruiken. Oh, het wordt echt leuk verpakt. Het wordt echt mooi verpakt. In allemaal mooie doosjes. Dit is, hier zit een zakje in. Wat zal het zijn? Het is voor mij ook gewoon een verrassing. Oh, dit is een hele mooie armband. Check dit, guys. Heel gaaf. En de armbanden zijn volgens mij stenen steel. Dus dat betekent dat ze tegen water kunnen. Ik zal het even voor de zekerheid opzoeken en ik zal het hier neerzetten. Maar ik heb volgens mij expres producten uitgekozen die stenen steel zijn. Omdat ik niet van armbanden hou die niet tegen water kunnen. Want dan heb ik er niks aan. Dan wil ik het de hele tijd om en af doen. En daar hou ik niet van. Dus als ik het goed herinner zijn deze stenen steel. Ja, en dat is natuurlijk top. Dan kun je ze natuurlijk gewoon altijd omhouden met douchen. Ik heb mijn armbanden die stenen steel zijn echt altijd om. Oh, dit is zo mooi. Ik ga denk ik even iets dit armbandje afdoen. Want het wordt anders iets too much. Ik kan het ook zo andersom doen. Dan... Oh. Ik word hier zo blij van. Oké. Dat was het eerste ding. Dan heb ik hier nog een doosje. Filippo Loretti. Ik denk dat het Italiaans merk is, want het klinkt echt zo. Filippo Loretti. Dat is wel Italiaans. Ik heb hier... Oh, ja? Wacht voor. Hele gaaf oorbellen. Oh my god. Ik ga deze indoen nu. Dit is zo amazing. Oh my god. Ik ga deze nu indoen. Eigenlijk... Draag ik nooit meer sieraden die niet stainless steel zijn. Want ja, ze verkleuren gewoon meteen. En het is gewoon zonder veel geld. Het is ook wel wat duurder. Maar je kan er letterlijk jaren mee doen. Want het verkleurt gewoon niet.
Het zijn wel zware oorbellen. Maar oh my god. Dit is toch geweldig, jongens. Ik ga deze ding in doen. Het is echt leuk. Echt goed dat ik dit net voor kerst uitpak. Want ik dacht, ik krijg geen tijd. Ik doe het na kerst wel, maar nee. Thank god voor mezelf. Dan moet ik die urk wel afdoen, anders wordt het iets too much. Dit is echt... Dit is echt mooi. Wauw, wat een leuke product. Ik was het echt oprecht vergeten. Dan heb ik hier het laatste doosje. Hier zitten nog twee doosjes in. Vierde doosje. Wat allemaal super leuk verpakt in een zakje. Oh, dit is een hele mooie ring. Deze is heel natural, classy, mooi. Oh, hij past perfect. Ik wilde hem eigenlijk hier en hij past hier ook. Ik heb hem nu hier en hij is heel erg mooi. Ik hou echt van ringen. Ik hou echt van sieraden zoals je kan zien. Heel erg leuk. Heel erg blij mee. Ook blij dat hij past. En dan het laatste doosje alweer. Ik word er heel blij van, jongens. Jullie misschien ook blij. Ik ben echt een loser, maar... Dit is... ook een armband. En deze is ook heel mooi. Check dit. Ik hou echt van deze armbanden. Zal ik het hier om doen? Deze armbanden zijn mega chill om te doen. Omdat het echt grote sluitingen zijn. Dus je hebt ze zo om. En ik vind het juist leuk als die armbanden een beetje losser zitten. Oh my god. Dit wil je toch, jongens? Deze twee. Ze zijn echt zo leuk. Dit is echt top. Ringen, armbanden. Nou, vet leuk horloge. Maar die kan ik nog niet om. En deze super leuke oorbellen. Alles staat in de beschrijving. Check de links en de beschrijving. Ik ga nu naar mijn vriend toe. Want mijn moeder riep me al dat weg moet. Mijn moeder bij me even. Oké, guys. Ik heb mijn outfit. Ik heb dit super leuke tasje. Dit topje dus. Daarover een oversized blazertje. Gewoon lekker los. En dan dus een splitbroek. Met mijn lakkenlaarsjes eronder. Niet te overdreven. Waarschijnlijk vindt mijn vriend dit alweer helemaal overdressed. Maar dit is voor mij echt underdressed. Het liefst ook echt een jurk aan en weet ik het allemaal. Maar goed, weet je. Het is ook leuk dit. Ik ga nu onderweg, want ik ben alweer veel te laat. Oké, het is inmiddels 17:45. Ik ben met mijn boyfriend. Maar we gaan nu sushi ophalen. We gaan lekker sushi eten. Dat hebben we besteld bij Shabu Shabu. Het is echt zo'n deluxe Christmas box. Dus dat gaan we nu ophalen. Gaan we rijden nog? Maar echt zoveel zin in. Want ik heb vandaag letterlijk één cracker op. Oh nee, dat mocht ik niet meer zeggen. Ik mocht niet meer zeggen dat ik heel weinig eet. Dus ik heb er helemaal zin in. Oh my god, we hebben de sushi. Het is zo fucking goed. Kijk dit allemaal. Morning. Het is vandaag vrijdag. Eerste kerstdag. Ik ben nu in de auto. We zijn onderweg naar het restaurant. Want dan gaan we kerstdiner ophalen. Want we vanavond gaan eten. Zeg maar alles zo. Alles koud. En dan gaan we dat klaarmaken. Dus we zijn nu al naar onderweg. En ik had een reserveringsbon moeten meenemen. Maar ik ben toen weer vergeten. Dus ik hoop dat het goed komt. Het was dus trouwens echt super gezellig. Dus het was echt heel lekker. En helemaal leuk. Ik heb een heel mooi gingerbread house gemaakt. Hij is zo mooi geworden. Dat is niet normaal. Lekker het voorgerecht. Daar komt Emiel. Dus als allemaal nou daar of daar. Voor de rest maakt het me niet uit. Emiel, gaan we lekker eten. Is mijn melk. Kijk eens wat goed. We hebben lekker biefstuk. Lekker rauw. Met een aardappelgratin. En allemaal geboekte groenten en een stoofpeertje. Nou, wat goed. Ik moet zelf voor een besluit tegen van
Nee, ik hoef niet meer. Lekker toetje. Een soort cheesecake-achtig, denk ik. Nee, bang. Je ziet het weer. Social media adviseurs aan. Misschien ja, wel. Kan wel hoor. Morgen maand is nog zaterdag, het is tweede kerstdag. We hebben net gezellig ontbeten met de kleine schurk. Kijk eens, Emiel. En nu gaan we gezellig lopen. Nou, gaan we wandelen, Emiel. Emiel, zo ga je op je handschoenen vallen, hè? Ja, kom op dan. Ga vallen hoor. Gaan we lekker wandelen? Ja, heerlijk. Het is inmiddels 3 uur. Mijn vriend, hij heet Stan trouwens, mijn vriend. Ik zeg altijd mijn vriend, maar ik kom beter gewoon Stan zeggen. Echt zo leuke kerstdagen. Echt niet normaal. Ik ga zo lekker douchen, me opmaken. Hij is nu even naar vrienden toe. En dan ga ik hem daar ophalen en dan gaan we naar hem toe. Ik ga even laten zien wat ik allemaal heb gekregen. Ik heb super leuke cadeautjes gekregen. Als eerste heb ik van hem deze hele lieve doos met chocola gekregen. En had heel lief een brief erbij geschreven. Waarin ook vertelde dat we, als alles weer open is, samen een weekendje weggaan. Dus echt super leuk. Echt heel veel zin in. En ik heb dit heerlijke luchtje van Chanel gekregen. Het is echt het lekkerste luchtje die er bestaat. Heel lief van hem. En van zijn ouders heb ik dit gekregen. Lekker rituals pakketje. Nou, dat is altijd goed. Echt super lief. Echt top. Dan heb ik van mijn ouders dit dekbed, nieuwe dekbed overtrek. Gekregen. Heel mooi. Ja, echt geweldig. Gewoon love it. En deze ga ik zo meteen eromheen doen. Dan heb ik 2 hele mooie strings gekregen van mijn moeder. Gewoon van die mooie, classy, feestelijke strings. Heel erg leuk. Dan heb ik dit nieuwe prullenbakje gekregen voor in het thema met mijn dekbed. En dit super zachte dekentje voor over mijn dekbed. Ook heel leuk. Dan heb ik een heel leuk glittermondkapje gekregen van mijn broer en zijn vriendin. Deze lekkere geurkaars. En ik heb van hun deze ringlight gekregen. Die wilde ik namelijk heel graag. Voor make-up video's en voor TikToks en zo. Dus ja, ik ben echt super, super blij met mijn cadeautjes. Echt heel lief allemaal. En ja, ik ben echt... Dat is echt super leuk. Dit is dus echt niet normaal chill. Ik heb die ring light neergezet. Ik moet alleen nog even een soort tussenstuk kopen. Dat ik... ik heb nu mijn camera zeg maar, vast met deze stok. Maar dat ik zeg maar, hier op die ringlamp nog een tussen kan zetten. Dat ik daar bovenop nog mijn camera kan zetten. Want ik heb nu gewoon deze ringlamp op mijn eigen statief gedaan. En het statief van de ringlamp op mijn camera. Dus dat ik hem nu wat beter vast kan houden eigenlijk. Dus eigenlijk kan ik in het donker altijd met mooi licht nu opnemen. En natuurlijk licht. Ik zal hem eens uitdoen. Kijken hoe dat eruit ziet. Je hebt verschillende standen zelfs nog. Zo. In het wit en het oranje. Ik vind, dit is de mooiste. Dit is een beetje tussenin. Dus heel wit. Dus heel oranje. Dus tussenin. Ik kan hem ook nog feller en minder fel zetten. En als ik hem uitdoe, dan is dit het verschil nu. Dus het is echt veel beter. En het is ook chill voor make-up video's. Voor TikTok opnemen. En ja, het is super chill gewoon. Bijvoorbeeld, ik heb dit ding. En hier kan ik mijn telefoon dus inzetten. En dan kan ik hem... zo erin draaien. Zo zetten. En dan kan dus de telefoon erin. Wacht, ik ga het even proberen. Wat guys, kijk hoe handig dit is. De telefoon kan er gewoon zo in. En dan kan je heel makkelijk TikToks maken. En oh, ik ben hier zo niet normaal blij mee. I love it. En ik heb nu ook mijn camera op zo'n statief. Volgens mij is dat ook veel beter. Jongens, kijk hoe leuk. Ik heb een nieuwe dekbed erover gedaan. Het leuke kleedje. Het is een soort vintage satijn. Dus het is een soort ja, hele zachte satijnen stof. Echt super lekker. Echt heel mooi dekbed. Het is van dit merk. Voor de mensen die willen weten. Dit is het. Hier is het van. En een heel lekker zacht kleedje. Dus super chill. Ik kon er vannacht alleen niet in slapen. Want ik slaap vannacht bij mijn vriend. Dus ik kan nog niet uittesten. Maar het ziet er super leuk uit in ieder geval. En ik ben hier echt zo blij mee. Ik ga nu even douchen. En omkleden opmaken. En dan ga ik mijn vriend ophalen bij zijn vrienden. En dan... Ik heb trouwens net voor het eerst een foto met mijn boyfriend geplaatst. Op Instagram. Super leuk.
Dus heb je die nog niet gezien, check it out. Dan kunnen jullie zien in ieder geval hoe die eruit ziet. Want ik had heel veel vragen van hoe ziet je vriend eruit? Dus dit is de primeur. Ik heb me helemaal opgemaakt. Mijn camera viel uit tijdens ik aan het filmen was echt super stom. Schat, waar is zeg maar, zit er maar het licht? Oké, maar in ieder geval, ik heb me helemaal gefliekt, super leuk. Ik heb een wit blouseje aan, ik heb een witte pontjas, super leuk tasje. Ik ga nu mijn vriend ophalen en dan gaan we naar hem toe gezellig. Alright, het is inmiddels zondagavond. Gisteren was ik naar een vriend. Heel leuke twee kerstdag met zijn opa en oma's. En lekker gourmet. En daarna zijn we nog naar vrienden gegaan. Een gezellig drankje gedaan. Ik had iets te gezellig een drankje gedaan. Dat was helemaal een tering. Hele dag ziek op bed gelegen. Bij mijn vriend. Die moest werken tot 4. En toen ik terugkwam om 4 zijn we gewoon lekker gaan chillen in bed. Ik heb er nog gegeten en ik ben nu net thuis. Ja, ik ga gewoon slapen. Ik ben helemaal dood van deze afgelopen dagen. Het was echt super geslaagde kerst. Super, super, super leuk. Ik heb echt geen idee hoe lang de weekvlog duurt. Want ja, ik heb echt geen idee. Ik heb ook heel veel genoten gewoon lekker met mijn gezin. Dus met mijn vriend. Dus ik hoop dat jullie dat... niet erg vinden dat ik misschien iets meer heb gevlogd. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Op mijn kanaal te abonneren. En met de volgende Instagram is het Savoport. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg. Oké. Okay. Zo, goedemorgen. Ik snap mezelf echt niet. Ik zeg letterlijk gisteravond nog dat ik aan het vloggen ben. En dan sluit ik de vlog niet af. Ik snap dat echt niet. Maar, of heb ik dat wel gedaan? Ik heb dat wel gedaan. Never mind. Bye bitches.